Als er één persoon is die uh, achter dit ding van meneer Sital staat, ben ik. qua was zo blij. Al was hij gekomen met 100 gulden of 30 gulden, zou ik al blij zijn meegenomen voor onze boeren. Het is een gebaar. Maar wanneer blijkt na enkele maanden dat niets in orde is, omdat men zijn mond te vroeg heeft opengemaakt, beloften gedaan. Zonder te weten wat het gewicht is van zo'n belofte en de woorden van de man, dan ga je calamiteiten krijgen, ga je problemen krijgen. En vooral wanneer je het weekend komt en vergadert met een paar verwerkers, en telkens wanneer ze iets zeggen, zijn de, ver, zijn de boeren in problemen. En ik zag dit ding aankomen. Toen de minister van LVV zei, hij weet het niet. Ik heb mijn voedingshorens uitgestoken, niemand wist het. Er is wel gesproken. En meneer Sital wijst mensen alleen kakeljoon John het Ik heb nota gestuurd, ik heb nota gestuurd. Ja, je stuurt alleen nota bij jug en true ofzo. Behouw haar me. Nota dies en nota dat, dat wil ik niet horen. Laat hij tonen dat de minister van LVV of de president goedkeuring heeft gegeven... En als dat het geval was, dan weet ik wat ik doe. Maar nu, overal waar ik ga, is niemand bekend. Het is een verhaaltje van meneer Sital. Dat hij misschien ergens heeft besproken aan een borreltafel. En misschien is daar de indruk gewekt. En hij is gerend als een blije, blije kleine jongen. die een lollipop van de schoolwachter heeft ontvangen. om hier dat te komen verkondigen. Zo werkt dat niet bij land, alleen in een privébedrijf. Dus nogmaals, we doen onze best. Ik zeg niet dat het slecht is. Misschien moeten we meer gaan zoeken. Maar ik heb het over het systeem. Ja? En Sabne Mousi moet niet komen uitleggen: van je wil niet en je dat. Want deze man schijnt. Ja, ...geel te worden wanneer hij de naam Doekie gebruikt. Hij wil populair zijn alleen door Doekie, 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 Doekie. Heeft hij niets anders te doen? Misschien als hij s'avonds slaapt naast zijn vrouw... ...houdt hij die vrouw vast en zegt Doekie schatje. Dat is die subnemotie. Maar in ieder geval, ja, ik heb geen belangstelling voor zulke vrouwen hoor. Subnemotie. Nogmaals, ik sta erachter. We gaan onze best doen. Iets mee te doen ligt niet in mijn handen. Alleen, maar het is mijn taak, mijn plicht als volksvertegenwoordiger, iets mee te gaan doen. Dus denk echt niet dat ik tegen ben. Ik ben er voor. Alleen is er zand gestrooid in de ogen van deze boeren. Want deze meneer is niet aan de zijde van de boeren. Hij is telkens aan de zijde van de verwerkers. Toen ze tachtig kregen, de boeren. Kwam hij met een richtprijs naar beneden. En telkens als hij komt en zijn mond openmaakt, heb je problemen. Maar welke idioot? Ja, moet je, je moet echt een muluk zijn om na de oogst dingen te beloven. Wie gaat na het huwelijk nou tabate uitnodigingen? Niemand. Je moet van tevoren, als je een goed beleid hebt, zeggen: jullie gaan inzaaien, we hebben berekend, 130. SRD per hectare, dan heb je meer mensen die gaan rennen om te gaan planten. Meer mensen die enthousiast zullen worden. Maar wanneer de mensen hun oogst hebben binnengebracht, dan ga je iets doen in het voordeel van jouw vriendenverwerkers. Zodat de prijs beneden komt, zodat die vrienden kunnen verdienen en jij voordelen aan kan hebben. Dat is het, zo zie ik het. Begrijp je? En anders niet. Dus nogmaals, lauw hopen dat het niet van de baan is. We zijn bezig te trekken eraan en laten we zien dat het goed komt met de reissector.